Een man van 34 gaat uit eten met een vriendin in Utrecht. Het gezellige avondje krijgt een heel nare wending als ze nog een afzakkertje nemen in een café aan de Donkere Gaard in Utrecht. Een man geeft hem een klap in zijn gezicht met een bierglas, waarbij dat glas stuk gaat. Dat is heel pijnlijk, Suzanne. En hoe kon het nou zo uit de hand lopen? Nou, het was rond middernacht als het slachtoffer en zijn vriendin het café binnenkwamen. Nou, die agressieve man was er al een tijdje. En achteraf bleek dat hij eigenlijk al de hele avond vervelend gedrag vertoonde. Nou, het slachtoffer en zijn vriendin gaan aan de bar zitten voor een drankje. En toen kwam de verdachte al even bij ze staan. Hij had wat op, was een praatje aan het houden, maar hij werd een beetje onvriendelijk. Ja, en daar krijgt het slachtoffer dan genoeg van? Ja, en hij zegt dan kalm tegen de man dat hij afstand moet houden en gewoon rustig moet blijven. Ja, dat valt volkomen verkeerd. Die man daagt het slachtoffer dan vervolgens uit en wil eigenlijk met hem naar buiten om een potje te vechten. Nou, daar heeft het slachtoffer geen zin in. En wat er dan gebeurt, dat is te zien op bewakingsbeelden van het café. Eigenlijk is alles geblurd, behalve de verdachte. En die kunnen we goed zien. Kijk maar even mee. En die man in de cirkel neemt hier de laatste slok en slaat dan het slachtoffer met zijn glas in zijn gezicht. We zien het nog een keer in de vertraging. Andere mensen in het café grijpen in, pakken de agressieve man vast en nemen hem mee naar buiten. En dan is zijn gezicht nog even best goed te zien. Nou, gelukkig wordt er ingegrepen door die omstanders. Een behoorlijke agressieve type dit, waarschijnlijk iets te veel biertjes op. Laten we nog eens naar zijn silhouet kijken. Ja, het gaat om een man met een lichte huid. Hij is ongeveer 35 jaar. Hij is rond de 1,80 lang. Hij heeft een atletisch postuur. Hij is kaal, had wel een baardje. En hij was die avond niet alleen in het café. Hij had dus 4 vrienden bij zich en ze zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd. Hier zien we dat nog een keertje, de klap met dat glas. Het is heel akelig. De glas sloeg stuk in zijn gezicht. Hoe was het slachtoffer eraan toe? Nou, de wonden waren door het glas aanzienlijk. Het had wel slechter af kunnen lopen. Als hij dat glas in zijn oog had gekregen, had hij wel blind kunnen zijn. Ja. Nou was het incident eind vorig jaar en de wonden zijn gelukkig al goed geheeld. Oké, dat is goed nieuws. Wie is dit agressieve figuur? Dat is de vraag. Hopelijk is er nu iemand die zit te kijken die weet over wie we het hier hebben. Tegen die mensen zeg ik, pak nu de telefoon alsjeblieft. Bel een van de tiplijnen.